Wat je weer wacht verboden is en niemand die het ziet. Roep dan, de ridders van het hete hangijzer. Wij helpen je meteen, je staat niet meer alleen. Wij rekenen voor je af met het hete hangijzer. Van het hete hangijzer, vol van helder moed, zijn wij niet vreselijk goed. Wij koelen het voor je af, het hete hangijzer, het hete hangijzer. Vandaag nou eens even anders gaan doen. Dat lijkt me een heel goed plan. We gaan vandaag eens serieus aan het werk met het uitzoeken van die brieven. Nee, we gaan nou eens niet al die brieven weer uitgebreid zitten te lezen. Zeg je nou? Niet lezen? Nee. We nemen er gewoon eentje voor de vuist weg. Ja, kijk, al die brieven die zij ons cijferen, dat zijn toch echte problemen? Anders zouden wij ze toch niet krijgen? Ja, maar waar wil je nou heen? Nou, dan is het ene probleem toch net zo erg als het andere probleem. Ja, dat klinkt logisch. Ja, laat me nou even uitpraten. Dan vraag ik me dus af of we eigenlijk wel mogen kiezen tussen het ene en het andere probleem. Dat klinkt ingewikkeld. Ja, als je nou de hele tijd doorheen zit, dan hou ik mijn mond dicht, hoor. Nee, gaan we door, gaan we door. Het klinkt heel interessant. Nou, wat ik bedoel te zeggen... Niet leunen. Wat ik bedoel te zeggen is dat we eigenlijk moeten ophouden met proberen om rechtstreeks te spelen. Zo van, nou, dit is wel een heet hangijzer, hoor. Woe. Nou, maar dit hangijzer is toch veel heter, dus beter. Kijk, als we ook niet zo ingewikkeld doen, zijn we ook veel eerder klaar. Koen, je bent nu alweer een tijdje aan het woord, maar ik begrijp het nog steeds niet echt, hoor. Laten we het nou maar gewoon proberen, hè? Nu? Ja, waarom niet? Kijk, we pakken er eentje, we gaan op pad en nemen de proef op de som. Wat? De proef op de som? We kijken of we gelijk hebben. Je moet het toch eerst proberen om te weten of het werkt? Dat is toch niet eerlijk, Koen? Je kunt toch niet zomaar de heetste hangijzers laten liggen? Die moet je eerst afkoelen, daar hebben ze recht op. Je kunt dan niet zomaar het eerste de beste probleem nemen wat je tegenkomt. Dan zijn de kinderen met de grootste problemen de klos. Je moet wel weten met wie je iets kunt uitproberen en wanneer. Ja. Jij laat je gewoon veel te veel gaan. Neem jij, jongen, even een beetje rust. Ga maar lekker liggen, hè. Ja, en neem niet zeuren, Koen. Je weet best wat ik bedoel. Reinhard, we doen het gewoon zoals ik het zeg. Niet vals spelen, Koen. Ogen dicht. Dat is hier ons proefkonijn. Dat klopt. Nee, ga nou niet weer de he... Wat? Wat doe je dan? Klopt het? Ja. Nou, mooi. Laten we gaan. Nou, van aarde voor me. Schiet dus een beetje op. Ja, kom eraan. Wat doe je dat dan? De ridders nemen weer een zaak ter hand. Voor hulp in nood staan zij garant. Wat is dit nu allemaal? Een stoel, een paraplu, een autoband.
En een tafeltje. Geniaal. Laten we doorlopen. Hé, Koen, even pauze. Nee. Ja, ik ben moe. Ik heb dorst. Nee. We bemoeien ons nergens mee. Het geeft alleen maar ellende. Zo, jongens. Flink aan de wandel. Pas u toch op. U moet wel uitkijken waar u loopt. Dank u wel, meneer. Oh, zeg maar Sietse, jongen. Ik ben Reinoud van Aardevoorde. En dit is Koen. Meneer hier is heel wat hulpvaardiger dan jij. Kan ik u ergens mee van dienst zijn? Ach, nee. Niet echt. Tuurlijk wel. En geheel tot uw dienst. We zouden ons er toch niet mee bemoeien. Nu zitten we eraan vast. Ik ben hulpvaardig. Uw paraplu. Dankjewel. U bent aan het verhuizen, zeker? Valt het erg op? Zeker een hele klus om in je eentje? Ja, ja, maar ik tel voor twee. Moet u nog ver? Ja, ik ga terug naar Olderbekoop. Naar Friesland. Mijn heitelang. Wat? Mijn heitelang. Zijn vaderland. Ik zal die spullen wel even op uw automobiel laden. Oh, mooi. Ik had het kunnen weten. Zware spullen onderop. Jij slaat een spijker op zijn kop, jongen. Alles er weer bovenop. De zware spullen eerst, Koen. Goed. Eerst de zware koffer. Ja. Die ligt er al op. Hey, ik vind hier een rookworst. Nee, dat is merkwaardig. Die hoort niet bij mijn huisraad. Waar komt die nou vandaan? Van mij, de eerlijke vinder. Reinoud, zullen we eerst even dit afmaken voordat we aan eten gaan denken? Ja? Nummer 2 is die stoel. We hadden hem ook even vast moeten binden. We? Nou ja, jij dan. Wie gooit die troep eraf? Jij toch zeker? Zeg, zullen we even overleggen? Zeg, vinden jullie het dan goed dat ik even op de kaart kijk hoe ik straks verder moet rijden? Tuurlijk. Dan pakken wij even stevig aan. Daar houden wij van. Hé, Reinoud? Ja! Laten we niet te ver gaan. Laat die vent het zelf doen. Ach, dat kan die man nooit alleen. Daar is hij niet op gebouwd. Jawel, hij is aan de lijn. Dat zegt hij zelf. Aan de lijn. Denk je dat nou echt? Hansworst. Jongens, is het voor elkaar? Ja, alleen deze paas nog. Voorzichtig. Daar moet je mee uitkijken. Dat is een erfstuk van mijn heid. Van wie? Van mijn heid. Gevaarlijk. Hey, chocoladerepen. Geniaal. Oh jee, de paas. Nog genialer. Stomme kluns. Ah, dat geeft niks hoor, jongens. Ik vond hem toch niet zo mooi, maar voor de zekerheid, laat mij maar eventjes, hè. Nou jongens, dat hebben jullie mooi voor elkaar. Bedankt. Dag, Sietse. Als we u ooit nog eens van dienst kunnen zijn. Oh.
Ja, laat ons dat nou maar even afmaken. Dat gaat een stuk vlugger. Ja, nee, dat moet gezegd worden. Met jullie hulp gaat het een stuk vlugger. Kijk eens, jongens, wat ik voor jullie heb. Goh, wat leuk. Dank u wel. Nou, bedankt. Dan ga ik maar eens. Nogmaals bedankt, hè. Sneller gaat het niet. Heren, heeft u misschien nog een klein beetje tijd om mij te helpen? Dan gaat het wat vlugger. Eén, twee. Ik ben moe. En ik heb honger. Je had die worst toch nog bij? Als jij de volgende keer niet gewoon om je kijkt, maar voor je. Begrepen? Nou ja, wie zag die auto nou het eerst? Wat, wie zag die auto het eerst? Jij ja, toch? En wie wou er hulpvaardig zijn? Ja, maar jij zei dat ik niet hulpvaardig was. Zijn we er nou een beetje goed? Ja. Ja, nou, dat is een ernstige zaak, dat gedoe met dieren. Ja, leuk plaatje zo te zien. Komt niks mis mee? Ja. Hier, daar staat ze. Oh, Isabel? Ben jij Isabel? En jij hebt ons geschreven? Goed, Reinhard, de brief. Lees voor. Beste Ridders, ik vind het stom dat ze crème en make-up op dieren smeren. Om te kijken of de crème en make-up goed is. Ik vind dat de regering de schuld moet hebben. Isabel. De schuld hebben? De schuld geven aan de regering? Nee. De vraag is of de regering wel schuld heeft. Oh ja, precies, ja. De vraag is of de regering wel schuld heeft. Iemand die geen schuld heeft, die kan je hem ook niet geven. Waarom niet? Maar ze doen het wel. Ja, ze doen het wel, Koen. Ik bedoel, arme onschuldige diertjes waar ze make-up op uitproberen, dat is toch vreselijk? Een konijn met oogschaduw op, dat kan toch zomaar niet? Dan wordt hij toch helemaal... Misschien gaat hij wel dood. We moeten eerst uitzoeken hoe dat nou precies gaat met dieren. Wie weet er wat van dieren af? Ja, dat lijkt me logisch. Isabel natuurlijk, die woont hier. Goed. Isabel, wie weet er wat van dieren af? De dierenarts. Dierenarts. Geniaal. Naar de dierenarts. U bent de dierenarts? Ik ben de dierenarts. We hebben van Isabel hier gehoord dat er dieren zijn waar ze enge spulletjes op uitproberen. Is dat nou zo? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat er allemaal stofjes in hun mond gedaan worden. Ook met make-up? En ik denk niet dat er een beetje oogschaduw meteen in hun mond gedaan wordt. Maar ik denk dat er wel kleine gedeeltes waaruit make-up bestaat. En waar doen ze dat nou ook alweer? In een laboratorium. In een laboratorium, ja. En die wetten, worden die daar ook gemaakt? Nee, de wetten worden door de regering gemaakt. Door de regering? En... Dan heeft de regering dus wel de schuld. Ja. Nee. Als wij een heet hangijzer moeten oplossen, dan moeten we eerst naar de plek van het onheil. Dus op naar... Laboratorium? Ja, het laboratorium. Mevrouw? Ja, dat u daar moet beginnen. Inderdaad. Ja. Ga je maar naar binnen. Hierin? Ja. Is dat goed? Ja, is te vertrouwen. Oh ja. Dit is een laboratorium, dus. Nou, dit is een gedeelte van het laboratorium. Ja, Reinhard van Aardevoorde. Kom, en we hebben een brief gehad van Isabel. Nou, nee. We hebben een brief gehad van Isabel en zij heeft vragen over make-up. Aha. Ja. Ja, ze vroeg zich namelijk af, is het zo dat u hier proeven doet dus met dieren?
Er worden hier wel proef gedaan met dieren, ja. Maar wat voor dieren zijn dat? Dat is dan meestal met konijnen. Maar is er hier iemand die controleert dat die beestjes niet... Ja, er bestaat... Volgens die wet moet je dus een ethische commissie instellen. En die moet gaan kijken of het echt noodzakelijk is dat er een proef gedaan wordt met proefdieren. Er zitten een aantal medewerkers van ons bij en een aantal niet-medewerkers. Dat is toch eigenlijk gek dan? Dat mensen hier werken en het tegelijkertijd controleren. Ja, maar je moet het toch een beetje van beide kanten te horen krijgen hoe erover gedacht wordt. Maar nou is Isabels vraag van dat er make-up voor dieren wordt gebruikt. Ja. En zij vindt dat zielig. Vindt u dat niet zielig voor die dieren? Ja, dat niet, vind ik ook heel erg zielig. En er wordt ook erg druk gezocht naar alternatieven ervoor. Wat zijn dat dan voor alternatieven? Nou, de bedoeling nou met deze opstelling is dat je de ogen gebruikt van slachtdieren. Dus dieren die... Die toch voor vlees en zo. Van zwijnen of zo, waar we hem ook van... Ja. Ik denk dat wij nog eens even wat vragen gaan stellen aan het ministerie. Regering. Ja, dat gebouw, dank u wel. Hij kan het net zo goed meteen aan mij vragen, dan is hij meteen... Kom nog maar. We willen de regering spreken. Nu, de regering. Zit hier helemaal niet. Wat wilt u dan met de regering? Het hoofd van de make-up. Ja, wie gaat hier over de proefdieren? Ik denk dat u dan te maken met volksgezondheid. Volksgezondheid. En wie moeten we dan hebben? Ik denk onze staatssecretaris, de heer Simons. Nou, doet u die maar. Doet u die dan zo graag spreken? Ja. Ridders, ik ben de naam weer vergeten. Van Almonde. Reinoud van Aardevoorde. Van Aardevoorde. Wij hebben een heet hangijzer. Isabel heeft ons geschreven. En zij heeft gehoord dat er make-up wordt gebruikt op proefdieren. Klopt dat? Op een hele... bescheiden wijze. Maar hoeveel proefdieren zijn het nou? Nu 1 miljoen proefdieren. 1 miljoen? 1 miljoen proefdieren. Ze zeiden er 3. En hoeveel van... En zijn die 1 miljoen allemaal voor make-up? Nu gaat het erom. Waar gebruiken we die proefdieren voor? Ja? En daar zijn, ik geloof een aantal jaren geleden terug, nog vele honderden proefdieren die voor, zeg maar, cosmetica gebruikt werden. En nu 3 à 4. Voor make-up nog maar 3? Ja. Ja, maar dat is niet helemaal waar, want we hebben ook geleerd, iets anders geleerd. Bij make-up heb je ook nog heel veel verschillende stoffen waar het uit bestaat. Stofjes, ja. En voor elk afzonderlijk stofje zijn ook weer heel veel konijntjes nodig om dood te maken, om te kijken of ze erop reageren. Alleen maar eigenlijk om van die tuthola's die iets op hun gezicht willen smeren om er een beetje mooier uit te zien. Toevallig! Voor zover dat hier en daar gebeurt, moeten we daar nog kritischer in worden. Controleert u dat ook? Ik controleer dat ook. Dan ga ik even Isabel weer halen, hoor. Okay. Eén moment. Oh. Isabel! Blijf rustig zitten. Nou, zegt u het maar even tegen Isabel. Make-up, voor een heel klein stukje worden er nog proefdieren in Nederland gebruikt voor make-up. Maar als het aan mij ligt, en dat beloof ik je, zullen we dat tot 000 terugbrengen. Omdat ik dat eigenlijk niet goed vind. Dat willen we horen. Vind je dat het hete hangijzer zo is opgelost? Dat deze toffe man er alles aan doet om dat zo min mogelijk te doen? Ja. Ik heb zelden zoveel succes gehad. Nou. Prima. Okay. Geef hem maar een hand. Tot ziens. Handen schudden. Het is heel goed dat je dat probleem aan de orde hebt gesteld. Zo. Nou, daar is je bus naar dieren. Nee. Het is eerst nog tijd voor... De medailles. De medailles. Kom, blijf dan. Nou, schiet eens een beetje op. Ik ben eigenlijk wel van dieren gaan houden, weet je dat? Als ik dit zo zie. Ja, dat is heel mooi. Erg fraai. En verdient ook, hè? Ja, zeker. Zeer zeker. We hebben eigenlijk al een heel groot niveau bereikt, vind je niet? Ja. De regering, de staatssecretaris. Ja. Op naar de koningin. Goed. Ga jij maar in de bus en doe maar de goede aanzien dieren, hè? Ja. Hier is nog een plaatje. Nou, we gaan. Goed. Dag.